In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Mia. Zij is een erotische hypnosemeesteres. Fantasie of werkelijkheid? Fantasie. Kinky of vanilla? Kinky. Online of offline hypnotiseren? Offline. Onderdanig of dominant? Dominant. Wel of geen sekswerker? Geen sekswerker. Wat is een erotische hypnosemeesteres? Een hypnosemeesteres is eigenlijk een vrouw die mannen en vrouwen domineert door middel van erotische hypnose. En doe je dat dan in het echt? Nee, ik doe geen live hypnoses. En er zijn redenen voor. Ten eerste omdat mijn publiek in het buitenland zit. Hmm. En ten tweede is het ook zo dat als jij een audio hebt, kan jij in je eigen tijd, wanneer je zelf op je gemak voelt, wanneer je zelf in je eigen vrijheid, je eigen vrije tijd voor je gaat slapen, kan je eigenlijk zonder die druk, kan je even ontspannen en luisteren zonder dat er iemand aanwezig is. Dus jij bent echt digitaal, ben jij mensen aan het hypnotiseren? Ja, allemaal digitaal. Ja. Hoe is dit zeg maar ooit begonnen? Ik heb voor het eerst naar een hypnose geluisterd toen ik denk 20 was. En het was een vrouw, Nikki heette ze. Een Amerikaanse vrouw. En ik was zo onder de indruk. Dus mijn onderdanige kant kwam een beetje naar voren. En ik had zoiets van, wauw, ik ben zo onder de indruk van haar. Ik doe alles wat ze zegt, doe ik. Dat sloeg gewoon gelijk helemaal aan. Ja. En toen ben ik een soort van gefascineerd geworden met hypnose en hoe het werkt. En een beetje verslaafd er ook aan. Want je had het dan, de eerste keer was het een keer bij jou gelukt. Ja. Toen dacht je van, ik ga hier mijn werk van maken. Nou, ik was natuurlijk wel gefascineerd door hypnose. Dus ik moest heel veel lezen erover. Ik heb cursussen gevolgd. Je moet wel een beetje kennis hebben van hoe hypnose werkt. Je kan niet zomaar zeggen, de ogen dicht en slapen. Dat werkt niet. Ja. Toen ben ik begonnen in opleiding bij een heel groot erotisch hypnosebedrijf. En hoe was dat dan om daar zo mee te beginnen? Heel spannend. In het begin ook de feedback die je krijgt van je fans. Het geeft zo'n lekker gevoel dat je een ander zoveel plezier kan geven. Alleen maar door eigenlijk een hypnose wat jij inspreekt. Ja, want hoe kan je iemand onder erotische hypnose krijgen? Hypnose is eigenlijk gewoon een vorm van begeleide meditatie. Een manier dat je lichaam ontspant. Je kan alle stress van de dag even loslaten. Dus hypnose is gewoon een combinatie van ontspanning en je hoofd leegmaken. Heel veel mensen die vergelijken het een beetje met dagdromen. Of als je jezelf verliest in een hele mooie film of een boek wat je leest. Dat is eigenlijk hoe hypnose voelt of begint. Voor mij is hypnose een beetje het gevoel net voordat je in slaap valt. Je bent nog wel bewust, maar je bent niet vatbaar voor de prikkels in je directe omgeving. Je bent heel erg in de zone en dat noemen ze dus een trance. Dat gebeurt dus wel altijd in het onbewuste eigenlijk. Klopt. Dat kan jij dus dan een soort van sturen. Ja, het is hetzelfde met een normale hypnose. Dan plant je eigenlijk suggesties in iemand zijn hoofd. Dus een normale hypnose zou zeggen, je gaat meer sporten, je wilt fit worden. En met erotische hypnose is dat dus suggesties die met plezier te maken hebben. Hoe ziet een hypnosesessie eruit? Je kleed je of helemaal uit, of je doet iets aan wat los en comfortabel is. Je gaat in bed liggen of in een comfortabele stoel. Je doet je headset in. Je luistert naar een verhaal. Voor de rest hoef je helemaal niks te doen. Maak je mee wat er gebeurt tijdens een hypnose? Soms wel en soms niet. Het ligt eraan hoe diep in een trance je gaat. En dat van tevoren weet je dat al. Want in al mijn audio's leg ik ook uit wat er gaat gebeuren van tevoren. Wat voor fetish jij gaat beleven. Wat voor fantasie jij gaat beleven in je hoofd. Wat voor verschillende soorten hypnoses kan jij doen? Ik hou me alleen bezig met femdom-hypnose. Dat is een afkorting voor female domination. Dus een dominante vrouw en een onderdanige persoon die gehypnotiseerd wordt. Je hebt van alles. Je hebt een beetje milde, tedere, zachte erotische hypnose. En je hebt hele expliciete kinks en fetishes. Maar kan je eens een beetje uitleggen wat je doet in zo'n hypnose? Of wat ik zou kunnen horen? Ik werk heel veel met thema's. Dus we hebben voor iedereen wel wat. Hè? Nou, bondage is een heel
populair thema. En het leuke aan hypnotische bondage is dat je eigenlijk wordt vastgebonden of beperkt in je bewegingen zonder dat je echt vastgebonden wordt. Ja. En dat kan in hypnose. En ik doe heel veel met beperkte bewegingen. Dus ik heb ook een audio waar je een standbeeld wordt. Of dat je een paspop wordt en je staat alleen maar in een winkel, sta je alleen maar te poseren. En dan voel je dus gewoon helemaal in je lijf dat je versteent eigenlijk, dat je niks meer kan. Ja. Wat zijn zeg maar de technieken om iemand onder hypnose te brengen? Hoe doe je dat? Er zijn heel veel technieken om iemand onder hypnose te brengen. De meest populaire is de oogfixatietechniek. Dat je naar een hangend iets moet kijken. Of als je digitaal hypnose luistert, dat jij ook met je ogen dicht kan je naar een punt kijken in het zwart. Heb je bijvoorbeeld ook dat met dat in je vingers knippen? Gebruik je dat wel eens? Of als je een bepaald woord of geluid hoort? Heel vaak kan jij een vingersnaap gebruiken om een idee in iemands hoofd te planten. En niet per se met je vingers, maar ook een geluid. Dus ik heb met de kerst heb ik een audio gemaakt. Dat iedere keer als jij het geluid van een sleebel hoort, een belletje, krijg je een stijve. Oeh. En dan je onderbewustzijn, die pakt dat. Die slaat dat en die op onthoudt dat. En dan misschien de volgende dag, dan weet je het niet meer. Dan denk je, ja, het zal wel. Maar toch, als je dan op straat loopt en je hoort iemand een belletje rinkelen, dan denk je van, oh, wat gebeurt hier? Oh ja. Krijg je dan ook verzoeken van mensen? Ja, ik krijg heel veel verzoeken. Er zijn mensen die graag geforceerd willen worden om dingen te doen die ze normaal niet zouden doen. Oh ja. En ik heb laatst een audio gemaakt over come eating instructions. CEI heet dat. En dan word je door een verhaal word je gesleept in een heel mooi fantasieverhaal van een vrouw die op een bed ligt met al haar slaafjes om haar heen in een kring. En zij, er wordt één uitgekozen om haar te bevredigen. En jij staat in de kast in een hoekje, sta je te kijken. En dan betrapt ze jou en je bent eigenlijk klaargekomen in je broek of ergens. En ze zegt tegen jou, maak het schoon. En op dat moment ben je zo onder de indruk dat je het ook echt doet. Ja. In je fantasie. Maar heel veel mensen die worden dan wakker en die hebben zoiets van, ik wil het proberen. Of ik heb, oh. Ja. Dat zijn bepaalde, ja, meer extreme fetishes die ik ook doe. Het is voor niemand schadelijk, het is leuk. Ja. Het is voor mij heel erg erotisch om te zien dat je iemand kan overtuigen om iets te doen waar ze eerst van hebben gezegd, nooit niet. En ze doen en het toch. En dat je dan gewoon ineens je eigen zaad drinkt, ja. En dat ze het niet alleen doen, maar dat ze het ook nog leuk vinden. Dat is denk ik het ultieme, dat ze het dan lekker vinden. Ja. Pas je hypnose ook toe in je privéleven? Ja, ik heb een vriend en ik oefen eigenlijk hypnose op hem uit. Alleen dingen die hij fijn vindt en dingen die leuk zijn om samen te doen. Ja, maar dus wel altijd met consent? Of doe je het soms ook wel eens stiekem? Nee, nooit. Nee? Altijd met consent. Ja. Nou, toen we net samen waren, in het begin heb ik hem stiekem gehypnotiseerd. Om jou leuk te vinden? Om verslaafd te zijn, om een kut te likken. Oh ja, echt? Maar en dat had je dus gewoon stiekem gedaan? Ja, heb ik stiekem gedaan, ja. Hoe dan? Hoe doe je zoiets stiekem? Als hij sliep, ging je dat zo zachtjes in zijn oor fluisteren? Zoiets, ja. Ja? Of belonen, als hij het op een bepaalde manier belonen. Maar jij wilde gewoon ontzettend graag dat hij jou gewoon lekker veel ging beffen. Ja, zeker, ja. Ja, het heeft gewerkt. Maar en hoe kwam hij er op een gegeven moment achter dat jij dit had gedaan? Hij zei het zelf. Hij zei zelf, ik voel me gewoon alsof ik het moet. Ik wil vandaag, ik wil je nu beffen. En toen dacht jij van mijn plannetje heeft gewerkt. Ja, klopt. En hoe vond hij dat? Want dat had je eigenlijk zonder consent had je dat gewoon gedaan. Het was je eigen snode plannetje. Ergens is het wel een beetje gemeen, hè. Maar hij vindt het zelf ook leuk, dus het... En jij hebt het daarna gemaakt, dat hij het leuk vindt. je hoopt dat hij het had. Nou ja, als hij het heel goed doet, krijgt hij er wat voor terug. Dus dat maakt het weer goed. Ja. Wie zijn je klanten? 95% van mijn klanten zijn mannen. Ik heb ook voornamelijk audio's voor mannen. Alleen omdat de markt er iets groter voor is. Ik ben zelf biseksueel, ik val op mannen en vrouwen. Dus voor mij maakt het niet uit of ik een... Ik vind het net zo leuk om een vrouw te hypnoseren als een man. Ja, en nou doe jij natuurlijk audio-hypnose. Mm-hmm. Dus weten eigenlijk de mensen wel wie jij bent? In het begin was ik heel erg geheimzinnig over. Het was voor mij best een big deal, want je privacy is heel, heel belangrijk. En ik krijg ook hate mail. En niet alleen fanmail, ik krijg ook hate mail. Je bent de duivel. En
Dus ik wilde altijd heel voorzichtig zijn met sowieso dat mensen weten waar ik woon en hoe ik echt heet. Ik laat nu wel voor het eerst mijn gezicht zien. Ja, is dit echt je primaire? Nou, mijn fans hebben wel foto's van mij gezien, voornamelijk van mijn voeten. Een beetje tease foto's, maar echt zo hebben ze het nooit gezien. Spannend, dus dit is wel de eerste keer zeg maar het gezicht achter de audiohypnose. Ja, maar ik denk dat het ook belangrijk is dat mensen die zoveel jaar jou volgen, dat ze ook een gevoel hebben van, ja, Mia is niet alleen Mia en hypnose. Mia is ook een echt persoon. Ik bedoel, er zijn mensen die een tattoo van mij hebben. Er zijn mensen die een halsband met mijn naam dragen op hun werk. Hij zei, ja, je hebt mijn leven veranderd. Ik ben gelukkiger nu. En dat geeft toch zoveel voldoening. Zitten er ook gevaren aan erotische hypnose? Ja, er zijn ook gevaren gebonden aan erotische hypnose. Je hebt heel veel hypnotiseurs die mensen domineren om geld, voor het geld. Maar waar kan dat dan heel erg mis ingaan met die financiële dominatie? Nou, je kan gewoon een vrouw hebben die je zakken legelt, dat je helemaal geen geld meer over hebt. Er was ook een vrouw in Amerika en had een fan had een boot voor haar gekocht of een nieuwe auto voor haar gekocht. En dan gaat er dus nergens een belletje rinkelen van dit is misschien niet handig bij diegene. Nou, er zijn sommige mensen die zijn zo onderdanig en zo kwetsbaar. En dat zijn juist de mensen die in een veilige setting terecht moeten komen. En er zijn mensen die dat machtsspelletje, die misbruiken dat. Die zoeken juist die zwakken op. Maar hij of zij wil niks liever dan zijn meesteres pleasen. Dus hij zal alles doen wat zij opdraagt. Maar en is die dan niet gewoon dus blij als die boot kan kopen? Ik denk dat het hem een goed gevoel geeft dat hij iets voor haar kan doen. Dat hij haar gelukkig kan maken op die manier. Nou is het wel zo, sommige mensen zeggen dat jij in hypnose nooit iets kan doen wat jij zelf niet wil. Als ik tegen jou zeg, straks word je wakker en dan ga je voor een auto springen. Dat ga jij niet doen, want jouw onderbewustzijn beschermt jou ergens ook. Ik denk dat het altijd een beetje common sense is. Hè? Je moet ook zelf kunnen aanvoelen wanneer het te ver gaat. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar een hypnosesessie van Mia? Check dan ons hele gesprek als podcast op Spotify. Dat was hem. Oké. Drink je eigenlijk koffie of thee? Koffie. Koffie? Met suiker. Wil je een koffietje?